Binnenlandse berichten. Gisteravond heeft NEP-parlementariër Rashid Doekie zijn 60ste geboortedag herdacht en gevierd. Dit gebeurde onder belangstelling van duizenden familieleden en vrienden en vrijwel de totale top van de NDP uit geheel Suriname. Eregasten waren de president van de Republiek Suriname en de First Lady. Meer om de persoonlijke band met de jarige. Maar ook president Bouterse stopte niet onder stoelen of banken dat hij nog nooit eerder zoveel notabelen bij elkaar had gezien op de vele feesten die hij heeft bezocht. Namens First Lady en mijn persoon wil ik van hieruit Rashid feliciteren met zijn 60 jaar. En ik wil daarmee betrekken zijn vrouw, Cindy, de kinderen. Ik wil ook betrekken zijn naaste familie, broers, zusters. Het is niet iedereen gegeven om 60 jaar te worden. Dat is ja ook gezien. En het unieke hiervan is, ik ben vaak bij 60-jarigen geweest. Maar ik heb nooit zoveel ministers gezien. Ik heb nooit zoveel assembleeleden gezien. Ik heb nooit zoveel directeuren gezien. Ik heb nooit zoveel commissarissen gezien. Ik heb nooit zoveel notabelen gezien. En ik heb ook nooit zoveel mensen gezien. Ik wil nou, Rashid. Ik zou wel zijn in die dag van het taboe. En alles voor op jou. En nobody is perfect. Maar het feit dat ik moest ringen tussen die mensen om hier te komen, betekent dat je meer mensen die, die van jou houden dan niet van jou houden. En ik weet van de filosofie van de partij dat zij die niet van jou houden, dat jij wel van ze houdt. Ik wil ook feliciteren zijn naaste medewerkers, zijn kabinet en een ieder vanaf de jongens en de dames die gekookt hebben, de mensen die geholpen hebben met de stoelen, de sponsoren, ik zal geen namen noemen, het is een geweldig feest. Ik vind het jammer dat ik niet in vorm ben om mee te kunnen doen, maar dat weet ik niet. Het was deze bewezen van het Sweet Nitty naar mijn camera en dat ik je nog 60 jaar erbij mag geven. Mensen, de president, dankjewel, president, namens het volk van de regering. Dankjewel voor de speech en uw aanwezigheid. We worden door met de aanwezigheid in de zaal van de volkspresident. U zag enkele indrukken van de 60ste verjaardag van Rashid Doekie in het partijcentrum waarvoor een open uitnodiging was uitgegeven. Minister Rabin Parmisser, die ook deel uitmaakt van een 6-man sterke regeringsdelegatie onder leiding van president Desiré Bouterse, die dit weekend in het reisdistrict vertoeft, zegt van de gelegenheid gebruik te maken om tijdens zijn aanwezigheid enkele veldbezoeken af te leggen naar projecten die door openbare werken regio West worden uitgevoerd. De bewindsman heeft ook het district Koroni aangedaan. Vanaf donderdag ben ik in dit deel van het land. Ik heb eerst in Koroni, we hebben een grote afdeling, belangrijk werk in Koroni, wat openbare werken betreft, wat we aan het doen zijn. En met de mensen hebben we een aantal zaken doorgenomen. Van tijd tot tijd ga ik zelf er naartoe. En omdat er ook wat projecten daar op stapel zijn, dan monitor je de zaak. Snel hier naartoe, om naar Nikeri toe en bij de ceremonie van het streekziekenhuis Nikeri. Daar hebben we ook een actieve bijdrage, daar heb ik gisteren over gesproken. Maar vanaf gisteren zijn wij ook bezig met openbare werken in Nikeri. We hebben vele belangrijke afdelingen, we hebben tekort aan personeel. Maar met de manschappen die we hebben, proberen we het beste van te maken. De interne procedures, interne organisatie,
en al dat soort zaken. Nee, mooi dag, dat doen we dan. Maar ook voor vandaag, daar liever het OW ook aan bijdragen. De adviezen die aan ons gevraagd worden. We hebben minister Rilieveld ook gehoord. Het is dat de ROGB uitreikt, maar verschillende ministeries zijn ook daarbij betrokken. Maar daarnaast ook een paar andere veldbezoeken die ik breng naar enkele projecten. De projecten waar we gestart mee zijn, hebben of aan het uitvoeren, zoals de Bastieweg, daar is druk mee bezig, asfaltering. Of er zijn bij projecten, als het bij wegen gaat, verharden, asfalteren, weersomstandigheden spelen een rol. Daarom is het in het contract, bijvoorbeeld dit werk wordt in x dagen, in werkbare dagen uitgevoerd. Niet in werkdagen, maar werkbare dagen. En wat zijn werkbare dagen? Dit is als het niet veel regent en dat soort zaken. Dus dat brengt een beetje vertraging. Tussen kerst en nieuwjaar had je ook een bouwstop. Hè? Vakantie moet ik zeggen. Toch? Maar we zijn voluit bezig. En Krabbehoeklaan zal vanaf maandag, indien nogmaals het weer toelaat, voluit bezig zijn. We hopen eind maart, april dat af te ronden. Dus zo gaan we door. De oeververdedigingen. Daar zijn de mensen hard bezig, want heel veel voorbereidende werkzaamheden, heel wat studies. Ze hebben al boringen gedaan en dat moet verder uitgewerkt worden. Het ontwerp en al die dingen, dat zijn wij. Ik ben hier gekomen toen de boringen gedaan werden en daar is het project de start zijn. Mensen koppelen start zijn aan wanneer het werk, wanneer de mensen het doen. Maar voordat je dat doet is misschien 50-60% van het werk al van tevoren gedaan. Ik heb het bijvoorbeeld over Carolinabrug. Laat me een voorbeeld geven, heel concreet. We hebben dat begin december opgeleverd. Binnen 1 jaar tijd toch? Maar de eerste 5 maanden, bijna een half jaar, zijn we alleen met voorbereidingen, papierwerk, ontwerp, studies, boringen en dat vertalen weer richting ontwerp. Daarmee zijn ze weer. Als die brug zelf is in afgerond 5 maanden gebouwd. Ja, toch? Dus het voor onderzoek, bodemonderzoek en dergelijke. Ja, dat neemt tijd in beslag. En dat zijn we aan het afronden. Wat dat gebeurt nu ook in de keer met de oeververdediging. Exactly. Daarom. Want de mensen hebben die periode van boring gezien. Dus ik ben blij met die vraag, zodat we dat ook goed kunnen uitleggen aan de mensen. Maar als dat de proces klaar is, is de rest. En niet eens binnen een jaar tijd, minder dan een jaar tijd, is het ook al gebouwd. Dus wij hebben het contract al getekend en al die dingen, daar staan we erachter. Permissie die aangaf dat met name de projecten die te maken hebben met het verharden van wegen, wat achterstand hebben opgelopen onder andere vanwege de regen. Ook de oeververdediging die wordt aangepakt door NV Kuldeep Singh Infra te Paradijs en achter de openbare markt vlotten volgens de OW-minister goed. Deze projecten zijn nog in een fase van vooronderzoek, geeft Parmisser aan. Hij merkt op dat de ideologie van de coalitie NDP niet is om kort voor de verkiezingen zaken aan te pakken. Vandaar dat het volgens hem voor de oude politiek onvoorstelbaar is dat deze regering in zo'n korte tijd bestek zoveel heeft gedaan. Wij, de NDP, wij komen niet van een huis. Onze ideologie is niet dat we een korte tijd voor de verkiezingen elektriciteitspalen neerzetten. En na de verkiezingen, en wanneer we elektriciteitspalen, toen die mensen dat neer hadden gezet, langs de weg, hadden ze beloofd, ze zien we werken, elektriciteit komt. En na de verkiezingen nemen ze zelfs de... Die palen staan er alleen. Die palen stonden niet eens. We hadden weer meegenomen. U weet toch, ik denk in 2 of zelfs 3 keren hebben ze palen geslagen. Daarbij voor een brug over de Suriname rivier. Ja toch, net voor een verkiezing, die brug gaat komen. Maar ja, het moest weer de NDP zijn. Toen we kwamen, hebben we die brug gewoon neergezet. 96, 2000 en niet 1. Meerdere bruggen hebben we neergezet. Dus voor de oude politiek is het onvoorstelbaar dat we de dingen gewoon neerzetten. En wij hebben het principe werken voor het land. We hebben vertrouwen in onze eigen mensen. En in eenheid, saamhorigheid. Gaan we er tegenaan. En dan moeten we slagen, toch? Surinamers zijn alles behalve domme mensen. Ik maak van de gelegenheid ook gebruik van Nikeri. Er zijn zoveel projecten. Ik heb een beetje erop ingegaan. Ik zou dan eigenlijk hier moeten blijven, nog niet gaan. Als ik bij al die projecten start zijn zou moeten geven.
Aanstaande maandag. Aanstaande maandag begin vuil ophalen op een gestructureerde wijze voor heel die keer. Nou, daar ben ik blij om. En ik zal de, hoe heet het weer, de start zijn, maar laat ik aan meneer Doekie over. Ja, dag. En dan meneer Perk en de anderen hier, de DC. Ja, dag, dat ze dat doen. Maar zo merk je, weet je, er zijn heel veel activiteiten. En dat doen we wanneer we dit doen. Laten we eerlijk zijn, is dit een showproject? Of is het een project waar de bevolking ten roep komt? En dat is onze leidraad. Dat geeft ons richting, dat geeft ons energie om die projecten te doen waar het volk noodzakelijk is voor het volk. Dat is het. Maar mensen die ook aanwezig was bij de opening van het nieuw kantoorgebouw van het Dr. Lakshmi Prasad Moonga Sree Ziekenhuis, Nikeri, afgelopen donderdag zeggen dat zijn ministerie ook een actieve bijdrage geleverd heeft in de bouw. Het terrein waarop het gebouw is neergezet behoort dit ministerie toe. Het is volgens de bewindsman de bedoeling dat het termijn helemaal wordt overgedragen aan het LMZN. U had gisteren ook gesproken, trouwens bij de opening van het gebouw, bij het ziekenhuis. Het gebouw staat namelijk op een deel van het terrein van openbaar werken Nikeri. Is het de bedoeling dat het ziekenhuis het terrein volledig zal overnemen? Ja, het past ook hoor. En dat het hele terrein daar, en dat wij op termijn, let wel op termijn, overdragen. Waarom zeg ik op termijn? Want intussen moeten wij ook een eigen gebouw neer gaan zetten. Er is al een locatie, ja. Dus, maar we moeten nu gaan bouwen. En dan gaan we ter hand nemen. Eigenlijk daar, het ziekenhuiscomplex. En zo denken wij, dat merk je toch ook. En een belastingkantoor, noem maar op. Als het nodig is, voor een ander belangrijk. Weet je, dan kijken we niet naar onze toko alleen. Maar we moeten in landsbelang gaan kijken. Voor het ziekenhuis. En gelukkig heb ik ook een ziekenhuisachtergrond. Ja, toch? En vanuit die ervaring weet ik, het is goed dat we daar een mooi complex, een gezondheidscentrum, het ziekenhuis uitbouwen. En dan past het ook niet daar dat OW daar is. Weet je? Voor veel mensen zal het misschien voor de mensen die lang op OW werken, een beetje emotioneel zijn, een beetje afscheid te nemen. Maar we zullen met elkaar praten dat we daar gaan verhuizen. Dus het is op termijn, met die verstande, dat wij goede voorbereidingen treffen, een goed gebouw en complexen opzetten. En dat is ook, het gebouw was ook al oud. En we zouden ook een grote renovatie moeten plegen. En eigenlijk was het terrein ook al klein voor openbare werken. En waarom? Omdat de infrastructurele werken in Nikeri, men onderschat, het is heel veel. Machinerieën, equipment, dat moeten we allemaal vernieuwen, brengen. En dat past het ook niet daar. Hè? Dus, oké. Ja, om in te zetten, wij gaan ook onze eigen mensen opleiden, operators en dat soort zaken. Dus er is veel werk te doen, maar stap voor stap komen we uit. Volgens minister Parmisser is er al een plaats gelokaliseerd om OW-sectie Nikeri onder te brengen.